Dat is politieke inmenging. En dan even uw mond houden. Vandaag gaat het om de vraag of het vonnis van vanochtend al dan niet tijdelijk opzij gezet moet worden totdat het Hof in hoger beroep een beslissing neemt. En het Hof vindt dat het snel moet gebeuren, dus vandaar dat ik zeg dat we hebben besloten aanstaande vrijdag, de inhoudelijke zitting te doen. En ook vandaag heel snel te kijken of we een beslissing kunnen nemen over het verzoek van de staat. En dan geef ik nu het woord aan de advocaat van de staat. Ja, dank u wel. Mag ik, sorry voordat u verder, mag ik nog even één punt van orde. Wij hadden hier een, hoort u mij? Sorry, ik was aan het spreken, ja. Punt van orde. Wij hadden hier ook... Wilt u het punt van orde via uw advocaat doen? U mag niks zeggen. Ik mag niks zeggen. Waarom mag ik niks zeggen? Nee, het spijt me. Het is niet de bedoeling. Bij het Hof wordt er geprocedeerd via een advocaat. Dank u wel. En dan is niet de bedoeling dat partijen... In de wet staat, ik mag als partij ook gewoon spreken, mevrouw. Meneer Pols, ik bepaal wanneer u het woord krijgt, en dat is niet nu. Ik wil eerst naar de juridische argumenten. Nou, ik wilde eerst, het gaat over de NOS. Wij hebben zelf ook een aanvraag gehad van journalisten die zijn geweigerd. Ga ik nou ook niet over praten. En als u iets wil zeggen, u moet het aan uw advocaat vragen. Mevrouw, ik ben hier ik laat u anders uit de zaal zetten. U gaat mij als partij uit de zaal zetten, mevrouw. Ja, dat kan. Ik vind het een hele vreemde gang van zaken wat hier op dit moment afspeelt. Dat kan, zo beslist het Hof. En zo beslis ik als voorzitter. Gaat bepalen, als partij mag ik dus niks meer zeggen. Als u doorgaat, dan ga ik de bode en de beveiliging halen om te vragen mevrouw, om u naar buiten te geleiden. Mevrouw, ik vind het onbegrijpelijk. Mevrouw, ik vraag u. Ja. U bent vooringenomen, ik vraag u. Dit als is voorzitter van voor tot achter niet. Ondersteunt dit. U bent gevraagd. Kunt u alsjeblieft een rapport, een procesverbaal opmaken van de wraking? Ik neem dit, ik accepteer dit niet. Kijk, wij hebben ook spoedappel aangevraagd van een zaak die miljarden per maand kost met die PCR-test. We krijgen half april krijgen wij een datum. En dat maakt het hele land, brengt het naar de afgrond. En voor deze zaak maakt u 's middags 4 uur later vrij. Wij kunnen ons niet voorbereiden, kunnen helemaal niks. En ik mag hier niet eens meer spreken. Sorry mevrouw, hier doe ik niet aan mee. Dit heeft niks met behoorlijke rechtspraak te maken. Dit is een strijd met de behoorlijke procesorde. Dus maak je alsjeblieft procesverbaal op. Wij gaan u vragen. Bij deze. En ik schorste zit. Goed. Ja? Prima.